Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Desinia, Easy Drain, Lux en Skygate. Welkom bij Van Woonvilla naar Droomvilla. Vandaag gaan wij even terug naar Stefan en Kim. Kort geleden hebben we daar de hele begane grond verbouwd. En dat was echt wel een metamorfose. En toen gaven ze ook aan, de volgende stap is de eerste verdieping. De master bedroom. Nou, daar is Paulien ongelooflijk druk mee geweest. Het is klaar en dat wil ze u graag laten zien. Wekelijks nemen Bertram Terpstra en Pauline Joritsma je mee in de wereld van design, architectuur en interieur. Elke week een nieuw project van bouw of verbouw en een nieuwe uitdaging. Ontzorgen is het credo van Desinia en kijkplezier dat van woonvilla naar droomvilla. Voor Pauline laat zien hoe de bovenverdieping is geworden, blikken we eerst nog even terug op de start van het project bij Stefan en Kim. Stefan was bezig op een klus voor een aannemer en ons bord stond in de tuin. En dat wekte toch de nieuwsgierigheid en hij dacht op zaterdag, we maken er een uitje van, we gaan eens even ontdekken, wie is de Zinja eigenlijk? En toen stonden ze hier op de stoep. We hebben het huis gekocht echt voor de plek. Dus het oude huis hebben we plat gegooid, een nieuw huis hebben we daar opgezet. We hebben anderhalf jaar hebben we hier in een wooncaravan gewoond. En ja, tijdens de bouw hebben we alles kunnen meemaken. Maar toch niet helemaal naar onze tevredenheid. En toen zeiden ze ook van wij zitten toch een beetje met onze begane grond. We krijgen het toch niet helemaal goed samen. Kunnen jullie dat ook? En die hadden gelijk alle inzichten en alle details hadden ze klaar. En dit is het resultaat geworden. De wens was een grote royale zithoek. Nou, die hebben we geplaatst. Maar om de extra warmte te versterken, hebben we een royaal carpet neergelegd. Hoogpolig, waar een beetje glans in zit. En eigenlijk is het maar één kleur. Maar doordat de polen de verschillende kanten opvallen, krijg je een hele mooie dieptewerking daarin. Ik heb een stucadoorsbedrijf. En daardoor vind ik het ook heel erg leuk dat de aanbouw ook gestucadoord is. En binnen al het stukwerk. En dat dat weer terugkomt in het huis. Stefan, alles gestukt, die achterkant. Ziet er super strak uit. Dankjewel. Wat ik nu altijd heb, hè, dat een klant tegen mij zegt, waarom kan ik mijn binnenstukwerk niet ook aan de buitenkant gebruiken? En dat vragen ze me, omdat binnenstukwerk goedkoper is als buitenstukwerk. Nou, ik sta nu bij de vakman, dus ik hoor heel graag van jou wat daar nou de reden van is. We hebben alles op cementbasis gestucadoord. Buiten moet altijd alles op cementbasis gestucadoord worden. Waarom is dat? Dat je het rotten tegengaat. Daarom buiten altijd op cement. Nou zie ik ook basis. Dat je een korrel hier hebt toegepast. Er zit hier een hele fijne korrel in. We hebben fijn schuurwerk aangebracht. En daarna hebben we dat gesausd 3 keer. En dit is het resultaat. Opdracht was de warmte. Nou, dat is heel goed gelukt. Rijke stoffen gebruikt en goede diepe kleuren erbij gezocht. Toen we al het materialen bij elkaar hadden, dachten we van, misschien is het wel heel erg mooi om de wanden wat sterker en steviger in kleur op te zetten. Het idee van mij kwam daarna om te zeggen, zullen we dan het plafond ook wat donkerder kleuren, zodat de ruimte je nog meer omarmt. En dat is gelukt. In samenwerking met Paulien, die alles hier heeft ingericht, de kleuren heeft uitgekozen, dat iedereen binnenkwam en zei, wat een donkere kleuren, wat gaan jullie aan beginnen? Maar nu hebben ze het totaalplaatje gezien en iedereen is helemaal om. Een ruimte vergroten door deuren te plaatsen, dat kan. En Paul gaat mij laten zien hoe je dat doet. Paul, voorheen zat hier een dichte deur. Ik zie nu al wat voor een enorme lichtinval hier in deze ruimte ontstaat. Bewoners waren op zoek naar een oplossing om de oude deur te vervangen met een echte stalen binnendeur. Uiteindelijk kwamen ze bij Skygate terecht omdat ze op zoek waren ook naar een betaalbare oplossing. En die bieden wij doordat wij werken met vaste maten. En uiteindelijk is het ook nog eens een keertje dat omdat wij werken met taatscharnieren, wat inhoudt dat ze onder- en boven scharnieren, er ook geen kozijn meer nodig is. Dus ook geen scharnieren in kozijnen? Of... Nee, exact. En wat dat mogelijk maakt is dat door dit concept het ook voor de vakman of de handige doe-het-zelver te monteren is. En in dit geval hebben de mensen het zelf gemonteerd.
En dat toont ook aan de eenvoud van de montage. Buiten lichtinval vind ik de ruimtelijke werking hier ook echt heel goed gelukt. Die hele hal die betrek je gewoon bij die woonkamer. En ook nog een keer in gesloten toestand is het een deur met een geluidsdichtheid die je van een gewone deur kan verwachten. Mocht je willen van, nou, ik wil toch dat iemand die deur voor mij monteert. Er zijn voldoende Skyguide montagepartners die dat ook voor je kunnen doen. Waar ik wel trots op ben in dit project op de begane grond is natuurlijk de look en feel, hoe het geworden is. Maar dat is altijd wel zo. Maar vooral eigenlijk dat zij de woonkamer die ze nooit gebruikten, nu helemaal gebruiken. Ze vinden het heerlijk om te zitten, ze vinden het heerlijk om daar televisie te kijken. En dat was vroeger gewoon een ruimte waar het licht 's avonds niet eens aan ging. Het was een wat, mag ik het zeggen, een wat klassieke uitstraling wat jullie hier hadden. Ja. Nou, toen hebben we gezegd, we moeten wat met de opstelling van de bank gaan doen. Toen zijn we wat naar achteren gegaan met de achterwand. Nou, daar hebben we natuurlijk ook nog samen over zitten brainstormen. Ja. Want daar had jij ook wel hele duidelijke ideeën over. Bertram had een open haard getekend hier zo. Een doorkijk open haard naar buiten. Ik was werkgerelateerd, was ik ergens en had ik die spiegel gezien. En toen heb ik die combinatie gemaakt samen met Bertram in overleg. Van, kunnen we daar niet beter een spiegel maken met de televisie erachter? Zodat de televisie weg is. Want dat is altijd een staande weg in een woonkamer. En dat hebben we op deze manier hebben we dat opgelost. Wat we hebben gedaan ook, dat is om eigenlijk meer een ruimte te creëren in de kamer en de keuken, hebben we die room divider ertussen. Dat hing ook een beetje als los zand aan elkaar. En toen hebben we ook nog even nagedacht, moeten we daar dan even de open haard maken? Maar uiteindelijk hebben we hiervoor gekozen, ook met die transparantie. Ja, die doorkijk die is zo uniek. En het gevoel dat je hier heel intiem zit, dat heb je nou echt gecreëerd. Want het was eerst één grote open ruimte waar we zaten te kijken. En we keken gewoon in allemaal grote gaten. En wat jij bedacht, ja, uniek. Ook aan de kamer van de voorkant, daar hebben we echt een functie aan gegeven. Meer bibliotheekachtig. Chaiselongers erin, lekker een boekje lezen, muziek luisteren. Heerlijk. We komen echt tot rust. Na een werkweek gaan we daar op zondag liggen. Boekje erbij, muziekje aan. Perfect. Waar we ook veel aandacht hier aan besteed hebben, dat is dan het verlichtingsplan. We hebben met Modulaar naar gekeken. Nou, overal zitten natuurlijk weer als basis de spots in het plafond. Ik zie ook dat je de boxen in het plafond hebt verwerkt. En wat je dan ook weer ziet met de verlichting, dat jullie zelf voor een paar hele mooie decoratieve lampen hebben gezorgd. Hè, waar jullie ook echt op uitgaan, hè, om dat echt te zoeken. Dat zie je ook wel met die lamp die boven tafel hangt. Die zie je ook nergens. Dus dat vind ik ontzettend leuk dat jullie dat ook allemaal zo bij elkaar. En dat het allemaal zo in de sfeer is. En ook precies in de stijl past. Details zijn heel belangrijk in het interieur. Of we nou praten over een verlichtingsarmatuur, of over schakelmateriaal, of over een deurkruk. Nou, die is heel erg belangrijk, die deurkruk, want die bepaalt mede de uitstraling. En vandaag ben ik hier bij Intersteel en die heeft eigenlijk voor ieder interieurontwerp een passende lijn ontworpen. En die gaan we nu bekijken hier in de show. Maarten, de deurkruk, ja, voor ons als ontwerpers ongelooflijk belangrijk natuurlijk in een interieur. En jullie als Intersteel zijn eigenlijk al jaren bezig met vormgeving en innovatie. Ons motto is, de deurkruk is de finishing touch voor je interieur. Nou, dat klopt ook wel. Maarten, er zijn ook architecten en ontwerpers die dus gewoon een hotel renoveren of nieuw bouwen. Hun eigen kruk ontwerpen en dan, dat gaat dan onder jullie vlag. Een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld het Conservatorium Hotel in Amsterdam. Daar heeft de architect een eigen modellijn ontworpen en die is in dat project toegepast. En betekent dat dan ook, als die daar is toegepast, dat jullie hem hier in de collectie opnemen? We hebben hem inderdaad opgenomen in de collectie. Dus iedereen die daar het juiste gevoel bij heeft, kan hem bij ons bestellen. Voor Olivari hebben jullie dus heel veel architecten en ontwerpers in de hand genomen om ontwerpen te laten maken. Inderdaad, ik laat je graag een paar mooie voorbeelden zien. Neem bijvoorbeeld dit model. De radial. Ja, mijn lievelingskruk van Dordoni. Kijk eens aan. Nou, daarnaast natuurlijk het model Twist. Ja. Ja, die is van Ben van Berkel, de bekende Nederlandse architect. En natuurlijk mag ook Marcel Wanders niet ontbreken in het hele scala van modellen. Maarten, die deurkruk die heb je natuurlijk de hele dag in je hand. Dus dat moet qua finishing ook wel topkwaliteit zijn. Een deurkruk is het meest vastgepakte onderdeel in je woning. Je hebt vette handen en zuren zorgen inderdaad voor een oppervlak op je deurbeslag. Dus het oppervlak finish moet perfect zijn.
Nou, wat natuurlijk heel belangrijk is als we het hebben over deurkrukken, dat is veiligheid. En zeker voor de buitendeur. Veiligheid is natuurlijk een eerste vereiste. Naast duurzaamheid en degelijkheid hebben wij bijvoorbeeld ook de goedkeuring conform het SKG-keurmerk voor inbraakveiligheid. Ook zoals bekend het politiekeurmerk Veilig Wonen. Showroom, ik blijf daarvan onder de indruk, ook dat enorme aanbod wat jullie hebben. Maar hoe werkt dat nou? Kan de consument hier zomaar binnenlopen? Kijkers van het televisieprogramma en klanten van de Zinia zijn bij ons van harte welkom. Graag even op afspraak vooraf. Nou, kijk even bij ons op de site van Woonvilla naar Droomvilla en dan kan gewoon de afspraak geregeld worden. De woning van Stefan en Kim brengt Pauline ook sfeer in huis door een aangename geur toe te voegen. Door het steentje 2 minuten te laten branden en dan uit te blazen, zorgt de Lambda Berger er ook voor dat de lucht in huis wordt gezuiverd. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Interstiel, Kemra en Inspiratiecentrum Te Laren. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Cosentino, Plasmameet en Meso Berger. Zelfs in een nieuw gebouwd huis worden wel eens aanpassingen gedaan, waardoor alles nog beter functioneert. Toen dit huis werd gebouwd, is er bewust gekozen voor een warmte-terugwinsysteem. Natuurlijk is dat heel duurzaam, maar bij de afzuigkap ging dat toch nog niet helemaal naar wens. Dus recentelijk is er gekozen om een plasmameetsysteem in te bouwen. Naast dat het dus de lucht heel goed zuivert, houdt het de warmte binnen en ook de pollen worden meegezuiverd. Dus nu is alles helemaal naar wens. Plasmameet is eigenlijk een filter wat de lucht elektronisch reinigt. He, dus met elektronica reinigen we de lucht. En het idee is eigenlijk ontstaan doordat mijn zoon astma heeft. En vanuit die gedachte zijn we gaan kijken hoe kunnen we de lucht niet alleen filteren, maar ook echt reinigen. En daar is eigenlijk plasma één deel van. En de luchtreinigers bestaan vaak uit ionen en plasma. En op die manier hebben we dat gecombineerd en plug-and-play gemaakt voor de afzuigkapindustrie. Dus je kunt eigenlijk een filter van ons direct plaatsen op de afzuigkap. Indirect is het natuurlijk een fantastisch compliment als mensen gewoon zeggen: jullie hebben de begane grond gedaan, we zijn toe aan de volgende stap op de bovenetage en we denken aan niemand anders, we denken gewoon meteen aan de Zinia. De sfeer van de woonkamer willen we natuurlijk meenemen naar de bovenverdieping. En deze prachtige leren deur, die wil ik eigenlijk ook introduceren bij de slaapkamer. Maar eigenlijk begint het helemaal al in de entree. Voorheen was het schilderwerk daar wit en de kleuren waren lichter. Dus die hebben we meteen aangepast op wat we hier hebben gedaan. Kozijnen donker, maar met de trap is ook wel wat gebeurd. Daar waren allemaal spijlen, dus dat was wat onrustig. Dat hebben we cosmetisch aangepakt door dat dicht te zetten. En de loper is van de traptreden afgegaan. En die hebben we heel mooi bekleed met stoer leer. Verlichting onder de treden en het is een hele andere look en feel. Maar het neemt je meteen mee in de sfeer naar boven. Voor de komende 2 uitzendingen is Bertram bezig met 2 projecten... waarvoor hij zich nu bij Rutger in de showroom komt oriënteren op keukenbladen, omdat Rutger het meubelmaatwerk doet. Rutger, voor de Vinkenbaan in Laren hebben we het meubelmaatwerk eigenlijk allemaal heel goed afgerond. En waar ik nu hier voor ben, dat is voor de keuken. Het blad is heel erg belangrijk en Pauline en ik die zitten te denken aan een beetje Carrara-achtige omgeving. Dat is de keuken die wij over 2 weken gaan uitzenden. Ja, nou, dat kan, Bertram. We hebben hier de producten van Cosentino. Ja. Sealstone, dat is ook de keuze geweest van de opdrachtgever. Die wilde vlekvrij en krasvrij. Nou, daar kunnen we heel goed Sealstone bij toepassen. En daar hebben we 2 hele mooie kleuren in die passen bij jouw omschrijving. En dat is deze rustige marmersoort in het wit met een klein adertje. Heel rustig adertje. En we hebben is mooi. Ja, deze is prachtig. Ja. Op het moment ook goed verkocht. Ja. En de ader is daar wat meer van aanwezig. Er zit wat goud en wat bruin in, dus het is goed toepasbaar. Super en mooi. Ja, dit is de Antonol Kalagata Gold. Ja, nou deze hoef ik niet eens aan Pauline te laten zien. Ik ken haar goed genoeg. We gaan voor deze. Dat is, Gaan we hem zo uitvoeren? Cosentino heeft nog een tweede merk op de markt en dat is Dekton. En ja, dat wil ik je eigenlijk even laten zien in een ander deel van de showroom.
Dit is de keuken waar we het werkblad van gaan vervangen, onder andere. Deze keuken heeft wat echtere materialen, massief hout, wat grover van structuur. En wij vinden van Dekton daar de industrial line heel mooi bij passen. Ja. En dit is de Soquet. Ja. En ja, er zit nu een betonseré werkblad op, wat hartstikke mooi is en naadloos te verwerken. Maar ja, we willen toch even meer met onze tijd mee. En ja, Dekton is vooruitstrevend daarin. En daar gaan wij in mee in deze. Nou ja, ik vind het echt waanzinnig mooi. Het past hier inderdaad heel goed bij. Ben ik het helemaal mee eens. Ik heb de introductie gezien op Kortrijk onlangs. Ja. Ze hebben dit in verschillende kleuren. Ja, het is of je echt beton weer ziet liggen. Hè. Het is echt ongelooflijk. Prachtig, die aders er doorheen. Ja. En het voordeel hè, van vlekvrij, krasvrij en warmte. Ja, warmte inderdaad. Bestendig. Warmtebestendig, hittebestendig. Dus je kan hier wel van zeggen dat dit een hufterproef materiaal is. Dit is een hufterproef materiaal. Ja. Rutger, nou ben je dik een jaar open in deze fantastisch mooie showroom in Purmerend. En nu ga je eigenlijk alweer de keukenopstelling en ga je alweer aanpassen, CQ veranderen. Ja, ja, je komt zoveel tegen in de markt en je wordt door vertegenwoordigers van Cosentino gewezen op de nieuwe producten. En ja, dan prikkelt het bij me en dan wil ik vernieuwen. Ja. En ze hebben een fantastische nieuwe lijn, Stonica. En met wat glimmende varianten waar een mooie glans op zit. Ja, en die kan ik nog niet laten zien in mijn showroom, dus ik ga vervangen. Dus je gaat dit blad ga je hier op deze keukenopstelling aanpassen? Ja, ja, we gaan het gewoon weer aanpassen. Ja, ja. Ja, je kan het zelfs buiten gebruiken, hè, als gevelbekleding of tegels, wandafwerking. Het is voor wastafels toepasbaar. Het is echt een product waar je als architect mee uit de voeten kan. Ja. Als kleuren niet in een showroom of in een keukenshowroom te zien zijn, dan biedt Dekton en Cosentino ook het voordeel dat je naar hun showroom kan komen in Deurne. Nou ja, daar hebben ze alle platen op groot formaat en dan kan je heel verstandig je keuzes maken. Want ja, dit is maar een klein onderdeeltje van de plaat zelf en dat kan een heel vertekend beeld geven. Het lijkt mij ook een geweldig product voor onze sleutelklare woning om dat te gaan toepassen. En alles over de sleutelklare woning zien we volgende week. Ja, in dit mooie schilderwerk, die kleur hebben we natuurlijk mee laten lopen in de kozijnen. En omdat hier eerst witte traditionele shutters hingen, vonden wij dat niet zo mooi in balans. Dus ik heb aan stijlshutters gevraagd of hij deze ralkleur ook op deze shutter kon plaatsen. Want dit is zo'n hele mooie strakke vorm. Ja, en daar hou ik gewoon heel erg van. En dan deze imposante deur. Ja, van leer, zoals ik al zei, hetzelfde als beneden. Maar hier met die prachtige Engelse steknaad, zodat je een mooie vlakverdeling krijgt. En wat ik heel imposant vind, is dat die zo hoog is. En dat hebben we wel gecreëerd door het plafond er hier uit te halen. Het plafond was van origine zo hoog als hier in de hal. En nu heb je zo enorm zicht op de nok. Ja, dat is fantastisch. Prachtige kroonluchten erin, dat schaduweffect. Ja, dat geeft net de juiste sfeer. Heel speciaals is deze achterwand. Dit zijn eigenlijk allemaal kussentjes, handmatig gemaakt. Driehoekjes van Suède en allemaal stuk voor stuk op een achterpaneel geplakt. En je kan heel mooi in dat bord ook nog elektriciteit verwerken voor wat verlichting. En we hebben dit mooi omkaderd met een donkere lijst. En die lijst die komt weer terug in de kleur van het dressoir. Zo krijg je harmonie, maar ook een goede balans. Maar deze look en feel is wel heel erg rijk en hotelesk. Vandaag een kijkje in de keuken bij Lux, een bedrijf dat badkamermeubels produceert. En Remco, die neemt mij vandaag op sleeptouw. Kijk Jeroen, hier beginnen we in basis met de opbouw van een meubel. Hier tekenen we in 3D tekenen we eigenlijk het meubel volledig uit. Alle boringen, zaagsnedes, de afmeting van de plaat, zodat iedere structuur straks ook doorloopt. En vervolgens sturen wij deze tekeningen weer aan naar onze CNC-machine. Die staat beneden in de werkplaats. Ga je mee naar beneden? Ja, ik ga mee. Dus dit is waar die tekening naartoe gestuurd wordt? Ja, die tekening hebben we net gestuurd naar deze volledige computergestuurde machine. Die zaagt, die boort, die freest, die doet alles in één setting. Maar hier kan ik eigenlijk wel mooi laten zien dat het een massief houten plaat is. Die nog in de ruwe structuur hierop ligt.
En wij gaan ervoor dat we straks het meubel in zijn totaliteit als een kast krijgen, waarbij de structuren van de kast volledig doorlopen. Nou, ik zie wel wat je bedoelt hoor, dat die vlam zo mooi loopt over die fronten. Ja, mooi hè. Dat is iets wat wij, ja, dat zit bij ons in het bloed. Wij willen dat iedere plaat, ieder meubel de structuur van A tot Z behoudt. Maar ik weet ook dat massief eiken, dat enorm kan werken. Ja, dat kan. Het hoeft niet altijd. We hebben daar een oplossing voor bedacht, wat gelukkig esthetisch ook nog eens meedeed. We hebben in principe ieder front en iedere grote plaat die wij gebruiken, die zetten wij in 45 graden in verstek, zetten wij hem om. Aha. Waardoor die plaat niet meer kan omtrekken. Ah, ja, nou ja, het is esthetisch, is het inderdaad prachtig. Maar ik zie daar ook een hele andere kleur staan. Ja, wij kunnen vrijwel alle meubelen maken in een kleurstelling zoals een klant dat zou willen. Nogmaals, het standaardpakket heeft op dit moment één kleur, maar in Telemate kun je naar meerdere kleuren. Ieder meubel wordt bij ons afgelakt met een hoogwaardige lak, die we samen hebben ontwikkeld met een verffabrikant. En is beschermd tegen allerlei zuren die de badkamer maar tegenwoordig met zich meebrengt. We gebruiken heel veel huidproducten, tandpasta's, nagellakremovers, die vlekken kunnen veroorzaken. Maar met deze lak, dat testen wij door en door. En we eigenlijk het hele meubel compleet beschermd. Ontzettend onderhoudsvriendelijk dus eigenlijk. Dit is 100% geschikt voor iedere badkamer. Terug naar de woning van Stefan en Kim. Zo was de slaapkamer eerst en zo is het nu. Op de vraag wat de filosofie is om groen te gebruiken in de slaapkamer, is dit het antwoord. Als je naar buiten kijkt, je zit midden in de natuur en op deze manier verbind je buiten met binnen. Voor mij is het altijd belangrijk dat een opdracht is geslaagd en dat de opdrachtgevers er happy mee zijn. Nou, van Stefan en Kim heb ik begrepen dat ze laaiend enthousiast zijn en dat het helemaal is geworden wat ze wensten. Nou, dit was weer een aflevering van Woonvilla naar Droomvilla. Mocht u meer informatie wensen, kijk dan even op onze website. En ik zie u graag volgende week weer. Tot ziens! Tot dan!